Ja, aan de vooravond van weer een seizoen Sneek TV bij Sneek, Wit, Zwart, Bozo, Sneek. Gaan we eventjes voorbeschouwen hier op de woensdagavond. Aanstaande zondag speelt Sneek, Wit, Zwart, Bozo, Sneek een uitwedstrijd. Waarna men op zaterdagavond 13 september hier tegen Alcides, en dat is een hele leuke wedstrijd, Alcides uit Meppel, aantreedt voor de eerste thuiswedstrijd. Vanavond zullen wij even voorbeschouwen met de nieuwe trainer, Berry Zandink. Een interview met hem. Wij gaan ook even samen met elftalleider Martin Verklaveren de nieuwe spelers van Sneek Wit Zwart Bozo Sneek 1 aan u voorstellen. En wellicht hebben we nog wat leuke trainingsopnamen. Ik ben Berry Zandink, 45 jaar, woonachtig in de Blessen. En inmiddels 15 jaar hoofdtrainer en dit seizoen hier bij SWZ Bozo Sneek. En bij welke clubs ben je onder andere al geweest? Ik ben begonnen bij Old Forward, daarna Steenwijkerwold 2 jaar, Dio Oosterwolde 1 jaar, 3 jaar Alcides in Meppel, 5 jaar Hogeveen, 1 jaar Wolvenga en dit is het eerste jaar hier. Zullen ongetwijfeld successen tussen gezeten hebben? Her en der wat periodetitels. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik met Alcides gepromoveerd ben naar de hoofdklasse. Dat was in mijn derde jaar daar. Dus ik ben zelf niet meegegaan de hoofdklasse in destijds. De overstap gemaakt naar Hogeveen. Daar zijn we later ook gepromoveerd in mijn tweede jaar daar naar de hoofdklasse. Dat waren de meest noemenswaardige successen. De voorbereiding is al even aan de gang. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, super. Super. Goede groep. We hebben er alles aan gedaan om de groep zoveel mogelijk intact te houden. En de kwaliteit die we hadden aan boord te houden. En daarnaast hebben we gekeken naar jongens die ons per direct zouden kunnen versterken. Ik denk dat we daar redelijk in geslaagd zijn. Die indruk hebben de eerste training ook op mij gewekt. Zoals het een voorbereiding betaamt, heb je ook daar altijd een beetje je ups en je downs in. Ik ben tevreden over hoe het nu toe gaat. Oké, Sneek Wit Zwart, Bozo Sneek heeft ook een aantal nieuwe spelers dit seizoen in de selectie. En teammanager Martin Verklaveren die stelt ze één voor één even aan u voor. En de eerste is... Thijs Spierings. Dit zal ons doelverdediger samen met Kevin van der Molen dit jaar. Van welke club kom jij, Thijs? Ik ben afkomstig van de ACV. En hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb de afgelopen 6 seizoenen heb ik daar gespeeld. Van het afgelopen jaar in de tweede en de andere 5 jaar in de jeugd. De volgende is... Arnold Otten, uit Meppel, afkomstig. We hebben jou wel eens voor de camera gehad. Toen heb je je als het ware ook al voorgesteld. Hoe is de voorbereiding tot nu toe verlopen? Pittig. Eigenlijk wel prima. Je gaat in één keer weer van een paar keer in de week trainen. Ga je weer 3 keer in de week trainen. Oefenwedstrijdje hier en daar. Pittige trainingen vind ik onder de trainer Berry Zandink. Maar er staat wel een goede groep, als ik dat zo goed heb gezien. Ja. Ja, jij kunt dat ook wel redelijk vergelijken, hè? Met je hoofdklasseervaring bij MSC. Ook hoofdklassewaardig? Oh, zeker. Als je een nieuwe jongen is, mooi om te zien van hey, wat voor verschillen zijn er allemaal. Afgelopen jaar bij MSC kwam ik terug van een blessure, dus dan kijk je er ook weer wat anders tegenaan. Maar nieuwe groep, totaal andere spelopvatting vind ik. Maar er zitten goede voetballers tussen. Het is mooi om dit zo een keer mee te maken als nieuweling. Ja. We gaan naar Erik Nederhoed. Afkomstig van Heerenveen Jeugd. Afgelopen jaren bij Bikwik gespeeld in Groningen. En nu bij Sneek. Erik van Bikwik Groningen vind ik een opvallende overgang. Ja, nee, het lijkt een heel eind weg. Maar ik kom oorspronkelijk uit Heerenveen. Dus ik ben niet helemaal verdwaald. Ik kende wat mensen bij de club en toen het bij Bikwik even iets minder ging en hier een mooie uitdaging voor mij lag, is het zo rondgekomen. Wat voor type speler ben jij? Ik ben een middenvelder allereerst. Ik denk dat ik een aardige techniek heb, een aardig inzicht en dat ik tactisch sterk ben. Wat verwacht je van dit seizoen? We hebben een aardige voorbereiding gedraaid en ik denk dat als wij fit blijven, we hebben iedereen nodig, maar als wij fit blijven en nog wat fijnstemming krijgen, dan gaan wij wel een mooi seizoen tegemoet. Wat voor type trainer ben jij? Ja, dat vind ik altijd een heel breed begrip.
Ze zeggen wel eens van dat je resultaattrainers hebt en mensen die meer uitgaan van het proces en uiteindelijk op de lange termijn resultaat willen boeken. Ja, goed, het ligt in het midden. Ik doe het op mijn manier en ik probeer me daarin nog steeds te ontwikkelen en ik hoop hier een steentje bij te kunnen dragen in de successen. Wat is die manier? Nou goed, ik ben, als je naar de voorbereidingsperiode kijkt, daar leg je natuurlijk altijd je conditionele basis. Daarnaast ben ik iemand die investeert in voetbal, dus ik probeer ook elke vorm die ik ze aanbied, ondanks dat er ook een conditionele doelstelling achter zit, toch ook met bal te laten doen en van daaruit het voetbal te optimaliseren. Nou, in deze periode, we zijn nu 6 weken bezig, ligt het accent natuurlijk op het wedstrijd fit raken. Nou, dat begint langzamerhand te komen. En daarnaast denk ik dat ik een mensenmens ben en dat ik ook investeer in de mens achter de speler. En dat investeren klinkt als hard aan werken, maar voor mijn gevoel gaat het op een redelijk natuurlijke manier. Tim Postema. Tim heeft ons eigenlijk vorig jaar alle tijdjes gevolgd. Via privé vriendinnen, liefdes, wat bij Sneek terechtgekomen en heeft gewoon aangegeven dat hij een stap hoger op wil. En wat we tot nu toe van hem gezien hebben, is nou helaas geblesseerd. Maar ik denk inderdaad wel dat het een juiste keuze is. Oké, de overstap van stadgenoot LSC naar Sneek Wit-Zwart. Net weer even een treetje hoger, had je daar zin in? Ja, zeker. Super veel zin in. Het is wel een leuke uitdaging. Je leert nieuwe jongens, wat allemaal even iets hoger het spel. Daar leer je zelf ook weer meer van. Wat is jouw belangrijkste doelstelling voor dit seizoen? Ja, kampioen worden natuurlijk. Maar bovenin meedraaien, dat is leuk. En wat is je persoonlijke doelstelling? Ja, veel scoren, belangrijk zijn voor het team. En waardige speler worden in het eerste van Sneek. Rinke van Oeverswalen, waar Daniel Bennick vandaan komt. Ben jij ook zo'n type voetballer? Nee, totaal niet. Hij is een beetje sterker in de duels, denk ik, dan dat ik ben. En ik denk dat ik wat meer bewegelijker ben. Dus ons vergelijken, dat nee. Maar ken je Daniel wel? Van naam, en ik heb een keer met hem gesproken. Maar ik kom oorspronkelijk niet van Koudum. Okay. Dus daar heb ik maar een jaartje gevoetbald. Dus toen speelde hij hier al. Okay. Maar via zijn vrienden. Wat voor type voetballer ben jij? Nou, wat ik zo net al zei, heel bewegelijk. Echt een lopende buiten ben ik, die de bal graag in de diepte wil. Rechtsbuiten, linksbuiten? Dit jaar mag ik me richten op linksbuiten en afgelopen jaar was ik rechtsbuiten. Kunnen we gaan genieten van een echte linkspoot aan de linkerkant? Ik doe mijn uiterste best. Heb je er zin in? Heel veel, heel veel. Ja, heel veel leren dit jaar, dus dat is prachtig voor mij. En dan gaan we nu naar degene die we voor het laatst bewaard hebben. Ja, nou ja, dat vind ik persoonlijk vind ik dat wel heel erg leuk. Ik denk dat het nou, ik weet het niet precies, maar een jaar of 4, 5 terug denk ik. Heeft Alwin hier ook een jaar gezeten, toen kwam hij bij Cambuur weg. Ik denk dat hij nou dit jaar op het juiste moment hier bij ons binnenstapt. Dus heeft het in de voorbereiding prima gedaan en doet Kevin Huytema op die positie, daar richt hij zich momenteel op. En dat is toch leeggevallen. En doet het prima. Dus wij zijn er blij mee. Nou, dat zijn mooie woorden, Alwin. Hè? Zeker mooie woorden. Hey, jij zat hier, dat vertelde Martin al een paar jaar geleden ook al bij Sneek Wit-Zwart. En nu weer terug. Hoe is die terugkeer? Ja, is natuurlijk wel even wennen. Het niveau ligt wel een stuk hoger natuurlijk. Als bij LSC. LSC hadden ook een goede groep, maar ja, je merkt toch dat het tempo gewoon hoger ligt en de instelling is anders. Dus ja, ik had dat wel nodig van ikzelf. Gewoon nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Ja, en ik heb natuurlijk nog wat recht te zetten. Dat is ook wel, Voelt dat zo? Nee, zo voelt het niet. Maar ja, het is toch jammer dat je met een blessure, wel een ernstige knieblessure, dat je weg moet gaan daarom. Dus ik wou het gewoon op een lager niveau. De tweede klasse, gewoon lekker even wedstrijden maken en gewoon lekker op niveau komen. En ik vond dat ik er wel weer klaar voor was. Ben je ook een trainer van een bepaald type systeem om te voetballen? Ja, wat mij betreft is het altijd afhankelijk van de spelers die je aan boord hebt. En mijn favoriete systeem is 4-3-3 met vleugelspitsen en een diepe centrumspits. Ik denk ook dat wij hier qua spelersmateriaal daar in de selectie ruim voldoende spelers voor handen hebben om op die manier te spelen. Dus in feite hebben we de hele voorbereiding tot nu toe zo gewerkt.
Dus daar kunnen we vanuit gaan met een centrumspits, twee buitenspelers en lekker aanvallend? Ja, kijk, uiteindelijk is dat de Nederlandse aard, denk ik. Hè? Wij willen best lopen, maar het liefst aan de bal en in balbezit, dan wil het allemaal prima. En nou ja, goed, op die manier beleef je denk ik ook het meest plezier aan je sport. En op het moment dat je plezier beleeft en uitstraalt, denk ik dat je ook het beste van jezelf geeft en laat zien. We gaan even door naar het voorstellen van de nieuwe spelers. Ja, ik vind dat er redelijk wat kwaliteit bijgekomen is. Ja, dat vinden wij zelf ook. Dat, echt waar. En op dit moment, als ik dat dus inderdaad zo zie, ik zie die mannen dus zo, dan geniet ik er ook wel echt van. We hadden het er al even over voor dit interviewtje. Het niveau in de hoofdklasse is beter geworden. Absoluut, daar ben ik 100% van overtuigd. Toevallig dat wij dat met Johan en Barry er van het weekend na de wedstrijd ook over hadden. Dus die kwaliteitsinjectie bij Sneekwet Zwart, die moest ook eigenlijk wel? Absoluut, dat is helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. Het mooie, denk ik, wat Barry heeft en wat wij dus met z'n allen hebben en waar Sneek dus inderdaad gewoon veel plezier van kan krijgen, is dat we nou een redelijk brede selectie hebben. Kun je een resultaatverwachting uitspreken over dit seizoen? Jouw verwachting? Nou ja, goed. Ik ben in die zin ambitieus. Ik vind dat je de lat hoog moet leggen. Nou ja, vorig jaar zijn ze vierde geëindigd. Ik heb ooit wel eens gekscherend gezegd van nou, dat moet dan nu dan maar top 3 worden. Nou, uiteindelijk kan ik wat roepen, maar ik vind dat ook de spelersgroep daarachter moet staan. Dus op trainingskamp hebben we in een bespreking dat aan de orde gehad. En nou ja, het deed me goed om te merken dat dezelfde ambitie ook in de spelersgroep leeft. En ik denk dat ze zelfs nog een tikkeltje ambitieuzer waren, want ze spraken top 3 uit. En daarnaast ook halve finale van de beker. Nou, dat is een redelijk ambitieuze doelstelling, lijkt me. Ik heb Barry al gevraagd naar een verwachting voor dit seizoen. Ik heb ook wat spelers gevraagd naar de verwachting voor dit seizoen. Ja. Ik vraag jou naar de verwachting voor de eerste uitwedstrijd, de Bataven. Ja, nou weet je, het grappige is, we hebben wel wat contacten onderling. Maar tenminste, ik heb wel wat contact met wat teammanagers van andere clubs. Zal ook niet. Ja, simpel. En zoals wij er dan over praten, dat wij dus, nou ja, dat die clubs sterker geworden zijn, zo kijken ze ook tegen ons aan. En we hebben een redelijk start. We beginnen dus inderdaad aanstaande zondag tegen de Bataven. Een week erop tegen Alcides hier thuis op zaterdagavond. En die week daarop gaan we naar Bekwik uit volgens mij. En dan krijgen we weer een Meppel Club thuis. Als ik me niet vergis. Nou ja, dus na 4-5 wedstrijden dan moet je me die vraag weer stellen. Maar heel simpel en heel eerlijk. Ik denk gewoon met deze groep. En die druk mogen wij onszelf ook wel opleggen. Moet je gewoon meedoen. En ik zeg niet dat wij kampioen worden, maar dan moet je in ieder geval meedoen voor de eerste 3, 4, 5 plaatsen. Oké, dat is gezegd. Dankjewel, Martin. Ja, ik kan me dan houden. Dat zullen we ook zeker doen. Ja, we sluiten hiermee mee af voor de voorbeschouwing voor het seizoen van Sneekwit Zwart, Bozo Sneek. Allerlei verwachtingen uitgesproken. En we zullen het zien. Aanstaande zondag spelen ze uit tegen de Bataven. En dan is het zaterdagavond 13 september hier op het sportpark tegen Alcides thuis. Ja, dat zijn altijd prachtige wedstrijden. Sneek TV is daar natuurlijk bij. En wij hopen u allen hier op het sportpark in ieder geval te zien. En natuurlijk ook als kijker van Sneek TV. We zijn erbij dit seizoen.